Ja, ik ben in Kardingen en ik mag een clinic meemaken met Sportclub Veendam. Maar wat blijkt nu? Gaan ze ijshockeyen in plaats van de lange baan? Ik heb Noren bij me, dat gaat niet lukken. Nou, misschien hebben ze hier nog een paar hockeyschaatsen voor me liggen. Kijk eens. Nou, die gaan passen, denk ik hoor. Hé, hey, dankjewel hè. Dit gaat lukken. Jongens, die doen allemaal een pak aan. Dat gaan wij natuurlijk niet doen, want zo'n pak is natuurlijk wel een beetje voor mietjes. Of niet, Gerard? Ja, je hebt gelijk. Je hebt er niks aan, hè? Ik krijg straks een pak. Jij doet wel een pak aan? Ja, maar ik heb een paar vijanden hier, dus ik moet echt uitkijken. In de reis. Probeer maar. Dat heb je niet opgelet, hè? Nou, dat is een perfecte voorbereiding. We zijn in Emmen. Een beetje tekortgeschoten in de tweede helft op fysieke strijd. Nou, daar gaan we vandaag zeker even in oefenen. Dus ik denk dat we de vrijdag er wel staan. Ben je niet bang voor blessures? Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Want ik weet zeker dat men heel veel respect voor elkaar heeft vanmiddag. En dat men weet dat dit niet onze sport is. Je bent ook wel ver uit de slechtste, hè? Ja, ik bedoel, nee dit is niet mijn ding. Maar ik vind het wel leuk, maar het is niet mijn ding. Yo! Woo! Shirt nummer 27, Lars is geloof ik zijn naam. Ja. En ook met de oefeningen en met schaarsen. En ja, er was zo'n potentie in, dacht ik wel. Hij heeft wel een beetje talent. Ja, hij heeft wel een beetje talent. Ik heb uitgekozen dat de beste speler van Veendam op ijs. Hij kon al een beetje schaatsen, dus... Iedereen wist, hetzelfde dorp dus, dan moet je wel kunnen schaatsen. Nou, net heb ik geen puck geraakt, maar ik wil toch nog één keer scoren hoor.